Dennis van der Ree heeft zijn elftal behoorlijk overhoop gegooid. Zo speelt Balker, weten we inmiddels zeker, als rechtsback. Zal Balker gekoppeld zijn aan Misitjan? Allebei zijn ze razendsnel. Dat kunnen hele mooie duels gaan worden. Pelupessi speelt op het middenveld als controleur. Met Hoven aan de rechterkant en Soeslof vanaf links. Vaak een gelijkspel bij FC Groningen tegen FC Twente de laatste jaren. 5 van de laatste 8 ontmoetingen eindigden in een gelijkspel bij Groningen-Twente. Zo ook vorig seizoen, zo ook het seizoen daarvoor. Groningen zonder de geblesseerde Valente, zonder Laros Duarte, zonder Moussampa, zonder Abraham, zonder Galouche, zonder Orad Mangoen, zonder Van Gelderen en zonder Lundqvist. Maar hij is erbij. Elvis Manu maakt zijn debuut voor FC Groningen. Eerste seizoen zelf was hij actief voor Botev Plovdiv in Bulgarije. En was hij 6 keer trefzeker in 14 wedstrijden. Achterin dus Balker, Blokzijl en Sørensen centraal. Mette is de linksback gekoppeld aan de rechtsbuiten van FC Twente, Václav Černý. Twente opnieuw zonder Brama en Pleguezuelo. Maar dus wel met Sam Stijn in de basis in plaats van Flap Unnerstal onder de lat. Achterin van rechts naar links Brunet, Hilgers, Prupper en Smal. Driemans middenveld met Zerouki, Stijn dus en Sadilek. Voorin Černý, Van Volswinkel en Misitjan. Soeslof, goede versnelling zeg. Soeslof voor Groningen. Manu staat buitenspel. Soeslof en Unnerstal met de redding. Formidabele versnelling van Thomas Soeslof. De middenvelder, de aanvaller van FC Groningen, die zich onlangs van zijn slechte kant liet zien in de catacombe van dit stadion. Maar zo zie je hem toch het liefst. Goed voetballend. Pelupessi uitgespeeld. Černý. Van Volswinkel kiest positie en krijgt hier de bal. Het overstapje is goed en daar is het doelpunt voor Twente. De eerste kans is raak, Sam Stijn via de binnenkant van de paal. Belangrijke rol voor Van Volswinkel, omdat hij van die bal afblijft. En daar waar Groningen op weg leek naar de openingstreffer, staat FC Twente op voorsprong. Misitjan. Smal eroverheen. Het zijn de bekende patronen bij FC Twente. Sadilek. Daar komt Brunet. Wat een goede bal was dat van Sadilek. Misitjan kan. Afgetroefd eigenlijk door Balker. Ricardo Pepi bereikt Manu. Zo zit er wel een lekker tempo in deze wedstrijd in het eerste kwartier. Elvis Manu meegeven aan Mette. Kans hier voor Soeslof. Soeslof en uiteindelijk heeft Unnerstal de bal. Wordt hij nog lastig gevallen door Iran Doest. Groningen is niet kansloos in het eerste kwartier. Iran Doest. Voor de regel toegepast. Was een overtreding van Van Volswinkel. Manu. Is nu weg. Elvis Manu. Afgetroefd door Sadilek, die wel op zijn knie is geraakt. Maar Misitjan is onderweg voor Twente. Misitjan. Misitjan. En dat scheelt niet veel. Misitjan. Hier weer keuzes te over. Zerouki. Sadilek. Lekker de bal van Volswinkel. Dat is bijna 0-2. Komt niet helemaal lekker uit. Voor doelpunt nummer 8 in deze competitie. Naar de voorzet van Sadilek. Knap weggedraaid.
Iran Dost. Manu. Peppi voor de goal. Twente heeft voldoende mensen terug. Versnelling van Manu. Goede reactie, Oenerstal. Pelupessi. Peppi. Iran Dost. Doet hij het dan voor Groningen? Schot gekraakt door Prupper. Even wat druk van de thuisploeg. 1-0 voorsprong. En Twente heeft nog wel het een en ander laten liggen. Hilgers in de voeten bij Manu. Daar gaat Peppi. De huurling van Augsburg. Peppi. Iran Dost voor 1-1. Redding uiteraard van Oenerstal, zou je bijna zeggen. Want als de defensie van FC Twente een keer moet passen, dan is daar altijd Oenerstal nog. Drukke week achter de rug. Algemeen directeur Wouter Gudde. Het ontslag van Mark-Jan Flederis. Als Twente hier de bal alweer overneemt. Zerouki. En dan moet het eigenlijk 2-0 gaan worden. Maar gebeurt het niet via Balker en Verrips, is Groningen daar weer uit de problemen. Wat gebeurt hier? Uiteindelijk het schot van Manu. En weer zo'n geweldige redding van Oenerstal. Schitterend gepakt. Het wapen van Sørensen, Hoven en uitstand. Heel weinig tijd voor Manu. Katachtige reactie van Oenerstal. Hoven neemt de corner zo op Soeslof. Soeslof, Oenerstal. Hoven, dat is de wild. Hoven. Manu. Duel met Brunet. Manu. Manu. Toch altijd weer Elvis Manu. Balker is er langs. Radini op Balker. Het krijgt van Peppi. Tjerni wil een vrije trap. Van Boekel fluit niet. En dus een kans. En een goal. Daar is hij, Antman. Koud in het veld bij FC Groningen. Zorgt hij voor 1-1. Van Boekel met de situatie Tjerni. Want dat wordt nog bekeken door de videoscheidsrechter. Van Boekel laat doorvoetballen. En Groningen scoort via de debutant. Met zijn tweede balcontact zorgt hij voor 1-1 Oliver Antman. Na dit paasje van Hoven neemt hij hem meteen op de pantoffel. En via de onderkant van de lat staat het gelijk. Tjerni naar de grond na het duel met Merten. Niet bestraft. En de videoscheidsrechter doet er verder ook niets mee. Het staat 1-1 in Groningen. Eindelijk is hij gepasseerd, Oenerstal. Tjerni. Van Wolfswinkel met Balker. Kopsterk. De verdediger van FC Groningen. Iran Dost. Manu is weg. Geen buitenspel. Elvis Manu. Weer Oenerstal. Daar komt Peppi nog. Oenerstal gezien. Maar Peppi krijgt de bal er niet in. Wat een wedstrijd is dit aan het worden. De vlag is uiteindelijk toch omhoog voor buitenspel. Het blijft 1-1. Met nog een kwartier op de klok. Het is inderdaad buitenspel voor Manu. Zo lijkt er voor het derde seizoen op een rij een gelijkspel te komen bij FC Groningen tegen FC Twente. Ook vorig seizoen 1-1. Blok gezet door Van Wolfswinkel, die zo kan winnen van Soeslof. Toch nog een keer Groningen. Peppi gaat erachteraan en daar is dan Oenerstal. Die de bal nog één keer een ros naar voren kan geven in de hoop dat hij goed valt voor Twente. Soeslof daar alweer terug. Dat is in de zesde minuut van de extra tijd.
Brupper. Blessure. Bij invaller Cher. Tierney. En hier gaat Cher, die nog overeind is gekrabbeld. Krijgt de bal niet bij Peppi. Alsnog Peppi. Op de been gebleven. Groningen nog een keer op weg naar het doel. Ricardo Peppi. Antman. Voorzet bij de eerste paal gepakt door Roenerstal. En dat was hem nog bijna voor Groningen. Meeslepende slotfase. En Twente nog een keer. Bette. In de voeten bij Zerouki. Zevende minuut extra tijd. Schot van Zerouki. En dan gaat Van Boekel affluiten. Is het afgelopen in Groningen. En eindigt deze wedstrijd in 1-1. Het eerste punt voor FC Groningen. In 2023 het eerste punt sinds eind oktober. Het eerste punt onder Dennis van der Ree. En het is een verdiend punt tegen FC Twente. Dat zeer teleurgesteld zal zijn dat het deze wedstrijd niet wint. In de eerste kans absolute kansen kreeg, in de eerste helft absolute kansen kreeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Om meer dan die ene goal te maken. Maar uiteindelijk kwam de gelijkmaker voor FC Groningen via invaller Oliver Antman. En Groningen is uiteindelijk dolblij met een punt.